Hallo, dit is de demo van de website van Celix. Dus de URL is celix-admin.be, maar dit kan u ook nog terugvinden in de e-mail die we gaan versturen als jullie de applicatie zouden willen testen. Dus als de werfleider nog geen account heeft, kan hij hierop registreren duwen en dan gaat hij naar de registratiepagina. En hier kan hem dan de werfleider een account aanmaken met de code van de werfleiders. En dan is dit account meteen verbonden aan jullie bedrijf en weten dat het een werfleider is. Want deze website is alleen bedoeld voor de werfleiders en dan de mobiele apps voor de werknemers. Dus als er dan een account is aangemaakt, kan je hier inloggen met het e-mailadres of je gebruikersnaam. Dan login. Dus hier dan gaan we naar de tab projectgroepen. Hier staan drie projecten in. Als je een nieuw project wilt aanmaken, dan klik je op project aanmaken. Vult hier een projectnummer in, projectnaam. En dan gemeente. Dan kiest voorlopig is dan dat we met een opdrachtgever gaan kiezen. Dus momenteel hebben we alleen maar voor Fluvius gemaakt en Aquafin. Pitba, dat komt dan binnen in juli is de Pitba uitbreiding afgewerkt. We gaan wachten dan tot het uniform fiche op de markt is. En dan gaat je geen opdrachtgever moeten selecteren eigenlijk. Dan gaat het gewoon voor alle railwearers hetzelfde zijn. Dus kiezen we Fluvius, opslaan. Dan terug, dan ziet je hier dat het project is aangemaakt. Nu belangrijk, nadat u een project heeft toegevoegd, moet u dit project toewijzen aan een gebruiker, zodat de werknemers op de werf het ook kunnen zien, zodat zij het dan aansluiting kunnen aanmaken of open doen als de werfleider is zelf aangemaakt op de website. Dus u ziet dan, hier staat dan de voornaam of achternaam. En als deze er niet is ingevuld, dan komt hier de e-mail te staan. Dus hier staan momenteel twee e-mails. Dan klikt u op bijvoorbeeld dit account. Dan ziet u hier de projecten die zijn toegewezen aan dit account. Dus het nieuwe project wat we net hebben aangemaakt, zit er dan nog niet in. Wilt u dan dat deze gebruiker of werknemer dit project dan wel kan zien, dan klikt u hier op het vinkje. Update en dan wordt de gebruiker aangepast. En als nu dan de gebruiker inlogt met de mobiele app, dan ziet hij meteen het nieuwe project ook. Dit is dan gemaakt zodat niet alle werknemers alle projecten moeten zien van elkaar om zo verwarring te voorkomen. Als u dan hier op gebruiker verwijderen duwt, dan kan u deze gebruiker ook nog verwijderen, moest hij te veel zijn aangemaakt door een foutje van de werknemers. Dus dan gaan we terug naar projectgroepen. U hebt dan hier de vier projectgroepen. Ik ga dan het Aquafin-project openen. Dus hier ziet u dan de info van dit project. Dus projectnummer 05, Aquafin-project, gemeente Aquafin en opdrachtgever is Aquafin. Dus wat u hier allemaal heeft, dus ik kan dit project archiveren. Dus stel, het project zou ouder zijn dan 2 jaar. Ik kan hier archiveren duwen en dan gaat het naar het groeparchief tabje hier. U kan dan hier de postnummers instellen van dit project. Dus dit dient dan voor de Excel die gegenereerd wordt. Dus ik kan hier dan bijvoorbeeld MOF 12, DBUS 15. Dit is dan dit voor het DWA. Ik kan dan opslaan duwen. De postnummers zijn opgeslagen. Je hebt dan ook nog de postnummers voor de RWA en de postnummers voor de slokkers. Dus dan gaan we terug naar het Aquafin-project. Dus dan het volgende, de PDF-download en de Excel-download. De PDF-download is eigenlijk de huisaansluitingfiche-download. Dus om de huisaansluitingfiches te kunnen genereren, moet u eerst de aansluitingen aanklikken die u wilt dat in de PDF worden gegenereerd. Dus stel u wilt alle aansluitingen en slokkers in dit project, dan klikt u erop Selecteer alles voor PDF of Excel-download. Dan worden alle aansluitingen
aangevinkt. Dus ik ga bijvoorbeeld deze niet pakken. Dus dan hebben we deze drie, dus één slokker en twee aansluitingen. Dan klik je op PDF download. En dan hier wordt die gegenereerd. Dus, dit is dan een huisinstelling, feature volgens Akafin. Zie je dan info. En dan, dit is dan de slokker. Hier is de slokker en dan foto's. Hier is dan een aansluiting. Met alle data die nodig is om goedgekeurd te worden door Akafin. Die ze ingevuld hebben in de mobiele app. En dan ook de foto's. En dan hier heeft u nog een aansluiting. Dus dat waren dan die drie aansluitingen en slokkers van dit project. Als u dan hier op Excel download duwt, dit is dan ook hetzelfde. Je moet ook aanvinken welke aansluitingen er in moeten komen. Dan klik je op Excel download, dan wordt deze gedownload. En dan wordt hier dan Excel opgemaakt voor de verordeningsstaat. Dus, dit zijn dan de twee aansluitingen die erin zaten. Hier worden alle waardes ingevuld die van deze aansluitingen zijn. Beneden wordt de totaalberekening gemaakt. Dus hier zit dan voor het putje en hier rechts is het na het putje. De fundering en omhulling wordt ook automatisch berekend. En hier wordt dan ook de totaalberekening van de fundering en omhulling gemaakt. Dus dit is eigenlijk het blad voor de TWA. Je hebt dan hier nog blad 2 voor de RWA. En dan het blad 3 voor de slokkers. En zoals je ziet, de postnummers die werden ingevuld op de website, die komen hier ook in. Maar hier waren dan alleen maar twee, hadden we dan twee waarden ingevuld als voorbeeld. Oh. Oei, nu heb ik het gesloten. Momentje. Dus de bedoeling is eigenlijk, wat het beste zou zijn, is als de werfleiders alle aansluitingen al gaan voorzien, zodat de werknemers die gewoon hoeven open te klikken in de mobiele app. Dus stel, de werfleider wilt een aansluiting voorzien, dan klikt hij hier op nieuwe aansluiting aanmaken. Dus, en als er meerdere aansluitingen tegelijk wilt genereren, maar dat gaan we zo laten zien dan. Dan kunnen we meerdere aansluitingen aanmaken. Dus we gaan hier nieuwe aansluitingen aanmaken. Dus hier ziet u dan om een nieuwe aansluiting aan te maken in dit project. Dus, en dan kunnen ze al invullen wat al gekend is. Dus bijvoorbeeld hier Daalstraat 25, 52. En dan kun je hier al ingeven wat al gekend is. Bijvoorbeeld die buissoort, het gelegen tussen de volgende inspectieputten. En dan kun je hier ook al foto's toevoegen, maar dat gaat nog niet van toepassing zijn meestal als je als werfleider dit gaat aanmaken. Bijvoorbeeld diameter kunnen ze al ingeven. Dan klik je op opslaan. En als je dan hier ziet, dan is deze meteen aangemaakt. Dus als deze aangemaakt is, dan kan de werknemers in de mobiele app, dus de werfleider bereidt al op voorhand alles voor. En dan als de werknemer inloggen in de mobiele app, dan kan hij het project zien en dan alle aansluitingen die al zijn aangemaakt. Dus dan ziet hij daar staat 52, daar staat 53, daar staat 54 en dan hoeft hij die gewoon op te klikken en zo kunnen ze ook geen aansluitingen vergeten en staat alles al op voorhand aangemaakt en hoe is het eigenlijk om alleen maar op te klikken in de mobiele app en de waardes in te vullen die ze dan aanmaken. Dus je hoeft dan ook nog meerdere aansluitingen aanmaken. Dit is dan voor bijvoorbeeld hier op Keerbergstraat van huisnummer 22 tot huisnummer 25 te genereren. Dus dan gaat dat 22, 23, 24 en 25 gegenereerd worden. Dit is om het proces een beetje makkelijker te maken als je meerdere huisnummers van de straat zou moeten genereren. Hier kan de buissoort kiezen, de diameters. Als je dan op opslaan klikt, dan worden hier dan Keerbergstraat
van huisnummer 22 tot 25 genereert. Dus dit was het dan voor deze pagina. Hier kan je dan ook nog filteren op straat. Om zo dan alleen maar van één straat te kunnen zien. Om dan het makkelijk te maken om te selecteren van voor de PDF-download en de Excel-download. Dus we gaan hier dan deze open doen, deze aansluiting. Dus hier kan u dan alle aansluitingen bekijken. Ik kan hier op vorige duwen, op volgende. Dus dit is dan aansluiting 9 van de 9 van die in het project zitten. Dus hier ziet u dan alle waardes die zijn ingegeven in de mobiele app. Dus koppeling, dus eigenlijk allemaal hetzelfde als in de mobiele applicatie. En dan hier ziet u voor het putje het aantal gebruikte materialen na het putje. Als jullie de sequenties gebruiken, dan staat hier ook nog een sequentiestap van hoe het in elkaar zit. Dus hier is dan eerst buis horizontaal 2 meter, daarna 1 bocht, daarna 3 reducties. En dan na het putje 2 meter buis horizontaal. Hier ziet u dan ook nog de foto's die getrokken zijn. Als je op klikt worden ze vergroot. Het tekeningsje, wat ook nog misschien gaat weggaan, hangt vanaf of het op het uniform fiche gaat komen. En dan de coördinaten van de laatste getrokken foto. Dus wat u hier kan doen, is ik kan de PDF downloaden van deze aansluiting alleen. Dan kan u dat ook doen op de projectgroep. Dan staan ze allemaal mooi onder elkaar in de PDF, maar kan ook van deze aansluiting alleen genereren. En u kan dan de foto's downloaden van deze aansluiting. Dus deze twee foto's gedownload. En als deze dan nog verkeerd zou zijn, kan u deze aansluiting nog verwijderen. Dus ik kan dan ook nog op bewerken klikken hier. Dan gaat u deze aansluiting eigenlijk bewerken. Dus stel de werknemers zouden. Hier kun je alles aanpassen wat in de mobiele app ook kunt aanpassen. Dus stel de werknemers zouden 2 meter buis zijn vergeten, dan kan u hier nog 2 meter buis extra zetten. Als de foto's zijn vergeten, kan u hier nog een foto uploaden. Dan kan u opslaan, ga naar view en dan is het meteen opgeslagen in de database. Dus kunnen de werkleiders ook nog correcties maken als de werknemers iets fout zouden gedaan hebben. Dat was het. Dus groeparchieven zijn dan gearchiveerde projectgroepen, die ouder zijn als 2 jaar of wat u wenst. U kan u deze dan ook nog uit het archief gaan halen. Dus hier heb je dan nog een tab voor de huisaansluitingen. Dus dat zijn alle huisaansluitingen van heel het bedrijf. Alle slokkers van heel het bedrijf. En dan de gebruikerstab, die hadden we al laten zien. Dit was het wat we momenteel hebben. Dus nu hebben we alleen maar de uitbreiding voor Aquafin en voor Fluvius. Binnen in juli hebben we dan de uitbreiding afgewerkt van het uniforme fiche, zodat alles hetzelfde is voor alle rioolbeheerders. En zo gaat het ook makkelijker zijn voor de werknemers en voor de werfleiders, omdat het gewoon altijd hetzelfde gaat zijn. En de huisaanzuiging fiches worden goedgekeurd door Fluvius en Aquafin. Dus dit is ook al in orde. Ik kan misschien nog heel snel laten zien hoe het fiche eruit ziet van Fluvius. Dus hier is dan een slokker. En dit is die dan voor Fluvius. Hier staan de foto's op dezelfde pagina. Ze zijn iets minder streng, dus hier zijn dan 4 waardes minder. En dan. Ja, hier heeft dan een aansluiting met de foto's en dan alle data. Hier is nog een aansluiting, dus ook allemaal data met dan de foto's. En zo, dat was het.